Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Robert Muren, je bent terug bij Cambuur. Scoort meteen een doelpunt in de eerste oefenwedstrijd. Beetje lekker gevoel om hier weer terug te zijn. Ik heb een heel mooi filmpje gezien, dus ik vermoed zomaar dat het antwoord ja is, maar toch... Ja, het gevoel dat ik weg ben geweest, dat is er niet. Dus het was allemaal weer normaal. En ja, gewoon weer blij dat ik hier weer kan voetballen. Op naar een mooi volgend nieuw seizoen. Afgelopen seizoen natuurlijk topscorer geworden in de Keuken Kampioen Divisie. Heb je nou eigenlijk al een beetje het gevoel dat je aan het werken bent na een nieuw seizoen? Want het is wel een beetje, het is een raar einde, maar het is ook een raar begin zo eigenlijk. Begin. Het is voor ons gewoon weer voorbereiding. En, zoals elk jaar, en dat is trainen, af en toe een wedstrijdje spelen. Een weekje of zeven lang en dan gaat het weer beginnen. Dus ja, het is niet heel raar. Het is even niet anders. Kijk, het is natuurlijk nu even een beetje apart dat er 200 man zitten en dat we een aantal gekke dingen moeten doen en niet mogen. Maar dat hoort erbij. En bevalt het al een beetje op de tribune? Ja, het bevalt voor een voetballer nooit op de tribune zitten, maar ja, hoe is dat? Je zit tussen mensen in eigenlijk nu, wel op anderhalve meter afstand natuurlijk. Jullie worden een beetje afgeschermd met een lint en zo. En daar wat je zegt, 250 man eromheen. Ik denk toch dat je wel een wezenlijk verschil merkt als voetballer. Als je op het veld staat en als je op die tribune zit. Ja, hoe is dat voor jullie? Het is gewoon een oefenwedstrijd. Dus of je dan eens op de tribune zit, dat kan anders ook gebeuren. Ja. Dus... Zo speciaal is het niet. Dus, Jij maakt je er nog niet zo druk over, heb ik het gevoel. Hè? Je hebt nog niet echt het idee van, ja, als het straks zo, ook zo is bij een competitiewedstrijd, denk je dat je het dan wel anders voelt? Nee, maar dan moet ik maken dat ik niet op de tribune zit. Dus, dat moet toch, als je dan wisselspeler bent. Dus stel, je wordt een keer gewisseld. Ja, meteen dus. Dat was vandaag ook heel verstandig geweest, want zomaar aanvoetsvoetbal was het niet echt op deze manier. Nee, maar ja, vorig jaar ook een paar wedstrijdjes met dit weer gespeeld. Dus daar moeten we ook tegen bestemd zijn. Dus dat maakt voor ons niet uit. En jij zegt dus eigenlijk gewoon van ja, ik vind het helemaal niet zo raar. We gaan gewoon lekker 6 weken trainen en dan gaan we op naar een nieuw seizoen. Wat verwacht je eigenlijk van komend seizoen? Denk je dat jullie dezelfde prestatie kunnen leveren als afgelopen jaar? Of is dat misschien een beetje veel gevraagd? In de toekomst kijken, maar natuurlijk gaan we daar wel ons best voor doen om dat te evenaren. Het zal moeilijk worden omdat het natuurlijk zo goed was allemaal vorig jaar, maar nietjes onmogelijk. En de ploeg is hetzelfde. Dat is natuurlijk ook een pluspunt en iedereen heeft er weer enorm zin in, dus waarom niet? En dan hopelijk niet op de tribune. Niet op de tribune, nee. Dankjewel.